Seersucker, dat is een echte stof voor de zomer, afgezien van bijvoorbeeld andere katoensoorten, linnen en mohair. We gaan het vandaag hebben over seersucker. Wat is dat? Seersucker is een katoenen stof die nogal gerimpeld is, gebubbeld is. Nou, dat zie je vaak bij Monaco, mensen met zo'n strohoed op, etc. We gaan een outfit laten zien die ervoor gemaakt is, En dit is voor een klant die echt zijn eigen smaak heeft en hier al vaker is gekomen. En laten we eens doorgaan en wat die heeft laten maken voor de zomer. En dit wordt ook veel gedaan voor trouwen. Dus mensen die inderdaad wel gekleed willen gaan, maar een beachwedding hebben en echt iets eigens willen hebben. Je ziet dus een hele frisse combinatie. Dat witte met dat lichtblauwe, je hebt het ook in andere kleuren tegenwoordig. Draagt heerlijk verkoelend zo gezegd. En door die structuur heeft het een benaderbare, meer relaxte uitstraling dan bijvoorbeeld een heel glad geweven Super 200 pak, weet ik veel wat. Nou, je ziet hier dat dit bestaat uit een gilet met een broek. Laten we eerst de gilet eens doornemen. Gilet is een apart model. Het is asymmetrisch, zoals je dat al vaker ziet bij ons. Dus die gaat over het midden heen en dan weer terug. Maar deze heeft ook revers en daar zit de magic in voor de klant. Hij heeft een beetje een vintage smaak, klassieke smaak. Dus die is rond afgewerkt, zoals je hier ziet. Maar wel met een piek lapel. En meneer is vandaag wezen passen, vandaar het speldje wat erin zit. Dat katoen is zo stijf en hij is zo lang, dat hij een beetje boven zijn schouder uitkomt. Want we gaan hem iets optrekken, dus die gaat omhoog. Ja, dan gaat dit de vrouwelijke ook omhoog, dus die gaan we op een andere manier vastzetten. Lichtblauwe knoopjes zitten erbij. Nou, dat kan je natuurlijk ook met een andere kleurknoop doen, een andere nerf erin. Maar dit is gewoon heel fris. Achterzijde, wat je wel vaker bij ons nu hebt gezien, is ook weer van stof gemaakt. Dat je het makkelijk op spijkerbroek kan dragen, et cetera, naar het strand toe, weet ik veel, de Harbor Club, whatever. Nou, hier zie je dan ook dat er voor deze heer, die is heel slank, dit stuk bij de taille, dus wat om de heup zit, gaan we nog wat strakker maken. Dus maak je die naad open, haal je dat weg en dan zet je er weer opnieuw vast. Dus je blijft doorpassen. Gaan we eens naar de broek toe, want de broek is een spectaculair stuk. Deze hang ik gewoon hier even op. Babyblauwe voering ook. Dusdanig specifiek al dat allemaal niet nodig is om met een andere kleur te doen, maar het kan natuurlijk wel. De broek is spectaculair, er zitten zoveel details in dat ik eens even goed moet kijken. Dit is een broek in seerzukkerstof met een Gurkha sluiting. Gurkha, google het eens een keer, de commando's uit Nepal. Dat betekent dus dat deze band hier doorheen gaat. Dan deze gespier, nou dit is wat mij altijd blij maakt, dat zijn ronde handgemaakte knoopsgaten. Dat is erg moeilijk om te doen, maar dat is toch beter, waardoor dat pinnetje goed blijft zitten. Dus die zullen we er even doorheen doen. Die moet dan door de gesp heen. Nou, dan heb je hier dus, als je het goed ziet, een soort van spleetje. Ja, dat heet een spleet, denk ik. Soms weet ik even niet in het Nederlands hoe dat heet, omdat we zo van het Engels oude Nederlingen, dat is dan weer Amsterdams. Die gaat hier doorheen, hapsa, en dan gaat deze bij deze gesp hier ook weer vast. Je ziet, er is dus één nadeel met Gurkha broeken. Het duurt even voordat je dat ding aan en uit hebt. Dus ben je iemand die vaak naar het toilet moet, dan is dat misschien niet zo'n hele goede keus. Maar hier zie je dus een meer spectaculair, vintage, whatever, uiterlijk. Wordt veel gedaan, die Gurkha broeken, in allerlei soorten stoffen. Ik kan ook in tweed en doen, een katoen. Oké. Dat is een van de details. Nou, ander detail is dat er aan de binnenkant ook knopen zitten voor bretels, bretels, zoals je het wilt noemen. Is gewoon gekozen voor dezelfde kleur knoop. Ik vind dat altijd belangrijk. Dat zijn van die elementen die doorgaan. Dat is net als je in een bepaald restaurant eet, bijvoorbeeld klassiek Frans, wil ik een wit bord. Klaar. Zou je naar El Bulli gaan, bestaat niet meer, maar dan wil ik misschien helemaal geen bord. Smijt het dan maar op de tafel. Dus je kan bespookleding toch een beetje vergelijken met het Michelin koken. Het hoeft niet altijd eetbaar te zijn, het moet wel draagbaar zijn. Maar er zit ook een show bij. Oké, gaan we even verder kijken. Wat je ook ziet is dat deze broekband extra breed is. Hè. Bij heren is dat normaliter 4, 5 centimeter. Dit is volgens mij 6 of 7. Dat is ook de smaak van de klant. Andere details die je hier hebt zijn, zullen we kijken, kruis, knopen. Kan ook een rit zijn, die zou dan ook lichtblauw doen. En voor de rest heeft deze meneer hier dubbele bandplooien. Die vouwen naar binnen, kan ook naar buiten, kunnen ook langer, kunnen dieper, et cetera, et cetera. Dus dat zijn allemaal details. 2 kontzakken, well pockets, die hebben we zelfs dichtgestikt. Waarom? Dan gaan ze ook niet openstaan, je moet er toch geen portemonnee in doen. En wat hebben we hier nog meer? Deze wordt dus verder afgeslankt, deze broek, vandaar die speldjes, maar alleen bij de dijbenen. En meneer heeft ook altijd bij zijn stijl een omslag, volgens mij ook van 6 centimeter. En ja, dat vind ik dan wel mooi. Kijk, dat communiceert dan hier weer mee. Maar die broekband is ook 6 centimeter. Dus er zitten allemaal ja, gilt edge, gulden sneden, trucjes in tailoring. Ja, daar praten we hier graag over. En daarmee kun je kleding op een mooi spectaculair niveau krijgen. Ja, dit was eigenlijk de Seersucker broek en outfit. Heb je zelf vragen, heb je zelf ideeën, dan weet je ons te vinden. Ik wens je weer het beste. Mazzel.